heb ik de 65 plus leuterlijn. Dat is voor mijn oudere vrienden. Intiemlijn. Joop zegt, het is people's met heavy troubles. Dus, zulke Engels ook. En dan heb je de triofoon. Nou, die is nog niet gegaan, maar het woord zegt het zelf natuurlijk al, hè. Trio, hè. Dus, muziek erbij. Nou, en Joop zegt, hij zegt vooral rekken die gesprekken, hè. Want op elke telefoon zit een teller. En iedere tik tot hij overgaat is 2 kwartjes. Hij zegt, en voor de rest moet je natuurlijk enorm heet houden. Dus nou, ik heb een das omgedaan. Een muts op. Dus koud krijg ik het natuurlijk. En nou maar afwachten tot er iemand belt, hè. Want u denkt, je verdient niks, die telefoon gaat niet. Maar ik heb 6 telefoontjes gehad voor de eerste dag, dus prima. En voor de rest heb ik natuurlijk zelf ook zitten bellen. Dus, want ik had vrienden in het buitenland, nou, die teller ging te keren. Oh, ik moet even nou op gaan nemen, hoor. Want belt er weer een vriend. Met de intiemlijn. Wat u? Nee. Tenminste, nee hoor. Nee. Nee. Nee, ik heb geen kale poes. Maar hoezo? Niet maken. Hoezo? Ben u hem kwijt dan? Nee, maar ik heb wel een goudvis. Die heb ik. Ja, natuurlijk! Hij vraagt of die nat is. Het is. Tuurlijk. Maar je moet ook niet proberen om hem af te drogen, dat wil je niet. Hè? Ik denk dat het een dierenarts is. Maar moet even rekken, hè? Voor de kwartjes. Maar wat ik vraag wel, heb je zelf ook beesten? Oh, marmotje. In uw hand, ja, marmotje in. Oh, en dan is die natuurlijk tam. Oh, die is hartstikke wild. Een wilde marmot erbij, zeg. Een bosmarmot natuurlijk, hè? Nee. Nee, zie, nee, dat moet u juist niet doen. Nee, want zo maak je ze wild. Zo, hij trekt als een koppie. Zo maak je ze wild. Hallo. Hij knijpt hem dood.